Deze nieuwsuitzending die gaat over kunst. Daar is ongelooflijk veel over te zeggen. Vooral vanuit meerdere perspectieven. Als eerste wil ik gaan zeuren over slechte kunst. En als tweede wil ik gaan vertellen over mooie kunst. En als derde wil ik vertellen wat de zin is van mooie kunst. En dus waarom je terecht mag zeuren over slechte kunst. En nu wil ik niet iedereen over me heen krijgen die zegt van ja, nee, Perry, die snap je niet. Smaak u verschillen. Nee. Als je bij een volwassen iemand in huis komt en die heeft een scan gemaakt op zijn computer van een Nijntje gaat naar het bos en daarvan pagina 18, waarin die... Nijntje kwam ook allerlei dieren tegen, hè? Ja. En die heb je in je woning hangen? Ja, dan is die man net zo'n kunstcriticus als ik. Dat zou kunnen, hè? Dat hij ook weet wat van bagger de rest is. Of hij is, labiel. Als je dat dan... Als dat geen kritiek is... Van zo iemand zijn uiting van hier sta ik achter, maar dan satirisch bedoeld. Iemand heeft dus echt pagina 18 van Nijntje gaat naar het bos. Die heeft hij laten inscannen. En hier bij zo'n Turkse drukkerij, Ogan of zo heten ze. En dan krijg je nog gewoon zo groot je wil. Hè? Dan heb je gewoon 1 bij 2 meter en die hangt in zijn woonkamer. Nou, met spotjes erboven. En dan vraag je aan zo iemand van... sorry, waarom pagina 18 van Nijntje gaat naar het bos? En dan heb je ook nog spotjes gemonteerd. En dan kijk je... Dan zeg je, ja, maar dat zijn echte schilderijspotjes. En die man zo van, ja... Als ik iets ophang wat ik echt mooi vind... Dan geef ik ook een patiënte uit, hè? En dan een lijst eromheen... En dan vraag je aan zo'n man, van wat weegt zo'n lijst wel niet, man? Oh, zet die 40 kilo. En dan denk je, wat? Voor pagina 18? Van Nijntje gaat naar het bos? Kijk, dat is... iemand die dat heeft, die is echt gek. En dat is als je een vrouw bent en je komt binnen bij een man... die zegt, van kom ik een avondje bij me thee drinken... Met een beetje port erbij. En je ziet dat aan de muur hangen. Nou, dan drink je gewoon lekker je thee op. En, als je van port houdt. Maar dan zeg je dan, ik ga er weer van dort. Want het rijmt op port. En dan bel je hem niet meer terug. Enge man. Waarmee ik bedoel te zeggen... Dat er nogal wat kunst is die interessant is voor kleine kinderen. Voor onwetenden. En die kunst wordt bekeken door volwassenen. En dan begint er bij mij een schoen. Te wringen. Want dat lijkt mij niet de bedoeling. Het lijkt mij dat als je in een jaar of 18 bent, dat je dan wel snapt dat het werk van Dick Bruna, dat is bedoeld voor kleine kinderen. En Dick Bruna is er prima. Ik heb mijn dochter ook heel veel Dick Bruna voorgelezen.
Ja, dat is een voorleesboek. Het gaat als volgt met Dick Bruna. Je neemt je kindje lekker op schoot. Dat doe je op je linkerdij. Ja, zodat het hoofd van het kindje tegen je hart aan ligt. En wordt het zo boem, 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 boem. Nou, dan kan je met je linkerarm om dat kindje heen. En dan heb je dat boekje van... Je zit in kleermaker zit. Dat was ik even vergeten te zeggen. Je zit in kleermaker zit. Een beetje iemand kan het gewoon op de keiharde grond. Maar als het een koude grond is, kussentje eronder. Dan heb je gewoon een houten vloer met een kleedje, dat is ook goed. Want je gaat namelijk heel rustig zitten. Nou, dan doe je dat. Dan laat je eerst aan je kind zien, sorry voor mijn stotter, waar het over gaat. Het is dan, Mijntje gaat naar het bos. Je kindje zo knikken, oké, wil beginnen. En dan doe je gewoon de eerste open, gewoon die lekker dikke pagina's. En dan ga je een heel verhaal vertellen. En je kind luistert naar je stem. En doet, kijk, kom maar. Weet ik wel, wat een kind, die praat in, alle kinderen praten. Het is een mengeling van Thais en Chinees met een vleugje Fins. Het is kunst voor kinderen. Erg knap. Dick Bruna is ook een kunstenaar. In mijn ogen. En om daar maar mee te beginnen, ons begrip kunst. Stamt af van het Griekse begrip techne. Zo moet ik beginnen. Dus een kunstenaar en een techneut, dat lag ooit niet echt van elkaar. Dat was, misschien was de ene beter in dat wat wij techniek noemen. En de ander was beter in dat wat wij kunst noemen. Die twee begrippen lagen heel dicht bij elkaar. Het was eigenlijk hetzelfde begrip. Want iedereen die maar wat kon, die dus techniek had, die technische vaardigheden had, dat was dus een techneut. Wij kunnen zeggen, als je wat kon, dan was je een kunstenaar. Want dan kon je wat. Dan kende je wat. Dan kan je wat. Dan kunde je wat. Dan ben je een kunstenaar. Want je hebt kunde. Toen ik de moeder van mijn kind leerde kennen, ongeveer een half jaar voordat ze zwanger bleek, gingen wij, nee, ik leerde haar een half jaar kennen en toen zijn we daarna op een kennismakingstochtje geweest. Dat moest dus 3 maanden zijn geweest voordat ze zwanger bleek. Ik graaf in mijn geheugen, doet er niet zoveel toe. Het was iemand die ik niet goed heb leren kennen. En dat is jammer. Maar dit gaat niet over mijn levensverhaal. Daar kan ik uren over zeiken. Dat is niet zo belangrijk. Het gaat om het scheppen van het beeld. Hoe ik daar belandde. Want ik kwam dus terecht in Antwerpen. Want in de krant had gestaan dat daar een beroemde kunstenaar exposeerde. Nou, ik had een Opel Senator, 24 kleppen, 3 liter motor. Dat ding kon 210 km per uur. Dus even naar België scheuren. En ik kende in Antwerpen een leuk hotel waar ik al eens verbleven had. En we zouden een weekendje weg zijn. Zaterdag op zondag overnachten en dan terugkarren. Nou, dat is geinig. En dan slapen we in dat hotel. Ook goed. Nou, ik had hash bij me. Of zij. Ik weet niet eens meer. Maar dat mag in België helemaal niet. Maar we hadden
THC-dingen bij ons. En het hotel, dat was aan de haven van Antwerpen. Moet je die lange weg helemaal uitrijden. Je kan het zo vinden. Als je de kaart erbij pakt, zie je zo wat ik bedoel. En op een hoekpuntje in een taartpunt. Ja, er zat toen een hotel. Ja, misschien is het nu gesloopt. Kan je ook weer hebben. Een hele oude, verzakte boel. Vooral de matrassen en de bedspring. Maar wel heel gezellig. En een bar onderin. En dan zat de lokale oude mannenpopulatie. Zaten daar jupilair te drinken. En dat kostte ook geen drol daar. Dat was mijn favoriete hotel. En toen zijn we om 22:00 nog het hotel uitgelopen. We dachten even op kroegentocht te gaan. Maar daar heb je niet echt kroegentocht. Niet hier als een Arnhem centrum. Ja, je zit bij de haven. En toen zei zij tegen mij van kom, we gaan een wietje roken. En dan laten we dat maar buiten doen. En we zijn heel eind gewandeld tussen al die kranen door en langs een overdekte parkeergarage op zijn Antwerps uitgevoerd. Dus gewoon een stelletje palen met een golfdak erbovenop. En dat was het. En wij lekker op de kade zitten. Ja, lekker paffen. Ja, dat vond ik allemaal geweldig. En de volgende dag reden we naar huis. Langs de Vogeltjesmarkt. En we stonden in de file. En ik vroeg nog aan haar. Dit is toch niet de Vogeltjesmarkt? En zij zei, jawel. Dat kan niet anders. Ik zei, ja, maar ze verkopen hier ook konijnen. Ja, zei ze. Op de Vogeltjesmarkt verkopen ze van alles. Ja. Ook weer geleerd. Rare Belgen. Dat museum was een heel andere ervaring. Het was een oud fabrieksgebouw. Een hele partij gras eromheen. En een grindpad. Lalalala. En dan kom je binnen en dan is het galm. En dan kan je een programmaboekje kopen. En dan die beroemde kunstenaar, die zat helemaal bovenin. Dus er kwam zo'n ruimte. En er stond één kunstobject. En misschien nog wat kleinere eromheen. Maar dat ene, dat was dan heel belangrijk. Want er had een foto van gestaan in de Volkskrant. En zij wilde dat ding graag in het echt zien. Nou, dat was mij dus gelukt. Met mijn Opel Senator, 24 kleppen, 3 liter motor. En ik had al vaker naar Antwerpen gescheurd. En ik zou die avond lekker een wietje gaan roken aan de kade. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik was vol van goede moed. En terecht. Want op de Vogeltjesmarkt verkopen ze dus ook konijnen. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Nou, in die ruimte, daar stond een paspop. Op een soort voetstuk. Een mannequin heet dat op zijn Frans, volgens mij. Dat is een namaakvrouw. Een namaakvrouw. En die was gemaakt van licht ogend materiaal. Het kan gips geweest zijn. Misschien wel gewoon. Ja, dat weet ik nog niet. Maar het was een paspop. Je kon duidelijk zien, het was geen standaard paspop. Want als je een paspop wil, ja, dan bel je even naar China. En dan heb jij een paspop. Ja, als je er 100 koopt in één keer, dan kosten ze echt bijna niks hoor. Maar het was niet zo'n standaard paspop. Dus erg bijzondere paspop. Ja. Goed gedaan, jongen. De vormen van de vrouw zaten er ook goed in. Voor degene die dat niet weten. Omdat je in een klooster hebt gezeten of zo. Maar de vrouw is wat breder in de heup. Dan in de schouders. Of het is bijna hetzelfde. Maar je moet even precies nakijken. En bij de man is de schouderpartij. Nee, dat is precies andersom. Zo was het, ja. Dus de schouders bij de vrouw zijn wat. En kortom, een perfecte paspop. Ik herkende er gelijk mijn vrouw in.
En hoe moeilijk is dat eigenlijk? Is dat kunst? En dan word ik even feller. Dat is helemaal geen kunst. Je kan zo'n paspop. Wat is dat voor onzin? Ja, ik heb mijn eigen paspop gemaakt. Want ik ben een beroemde kunstenaar. En ik heb een foto in de Volkskrant gekregen. Nou, het zegt mij helemaal niks. Om terug te keren naar Nijntje. Kijk, dat had een functie. En dat productieproces van Dick Bruna. Geniaal. Dat had hij helemaal zelf verzonnen. En goed uitgewerkt. Iedere Dick Bruna print die je ziet. Daar zie je het verschil tussen het knipwerk en de lijnen. Want een deel, als je naar een Dick Bruna werk kijkt, een pagina, een eindje kijkt naar granatels. Hij werkt met gekleurd papier. Hij maakt eerst heel voorzichtig het beeld. Dan knipt hij dat allemaal uit. Dan heb je allemaal openingen in wit glanzend papier. Dan gaat hij gekleurd papier knippen. Dat wordt er achterop gelijnd. En dan gaat hij de vorm die hij heeft geknipt, die gaat hij helemaal invullen zo. Pak maar eens een vergrootglas. Moet je wel een goede Dick Bruna versie hebben. En dan kan je het zien. Of ga naar het Dick Bruna Museum. En dan niet één plaatje. Nee joh, ben jij gek. Je hebt Nijntje gaat naar het bos. Je hebt Nijntje gaat naar het strand. Je hebt Nijntje en de papegaai. Je hebt... En alles met dezelfde kwaliteit. Dat is kunst. Dat is techniek. Dat is liefde voor wat je aan het doen bent. En die liefde drukt zich uit in een enorme bak tijd en een enorme bak aandacht. En dan wordt het interessant. In het geval van Dick Bruna, voor ouders met kinderen. Dus als je opa... Ja, die zit een beetje te mopperen dat hij alleen maar sigaren mag roken in de fietsenstalling. En die vraagt nog aan jou van als je de volgende keer weer een keer langskomt, kan je wat meenemen? En in plaats van een paar sigaren neem je dan, Nijntje gaat naar het bos mee. Ja, dan word je opa boos, hè? Of je vader. Je dementerende man. Dick Bruna is kunst. Die man waar ik het over heb, ik weet echt niet meer hoe die heet. Ik wil het ook helemaal niet weten. En die had dus een bovenzaal helemaal voor zichzelf gekregen. Ja, vind je het gek? Het is gewoon een of ander oud fabrieksterrein. Gebouw. Ze hebben de grond eromheen omgeploegd. Volgezet met graszaad. Dat is ook geen kunst. Dan heeft zo'n vent dan 20 bij 30 meter. En dan hangt er nog een touw omheen. Dat je vooral niet te dichtbij mag komen, want dan kan je het beschadigen. Of een of ander lijntje op de grond. Van blijf achter deze lijn. Nou, die paspop die stond er dus. Ze keek naar het plafond, er hingen spotjes in. Maar ik ben zelf lichtassistent geweest. Ik heb nooit. Ja, ik heb wel eens. Ja, wel alleen maar geholpen. Maar ik weet wel hoe die meuk werkt. Van oh, daar hangt een pipo. En daar heb je een paar blazer op gehangen.
En dan kijk ze naar die kleuren van, nou, je hebt met 16 gewerkt, je hebt met 17 gewerkt. Maar het zijn kleurennummers. Of iets wat erop lijkt. Want ook die kleurenjongens, die gaan de hele tijd weer een nieuwe collectie. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Dus tegenwoordig werken ze veel met 252. Nou, dat deden we in mijn tijd niet hoor. Wij werkten meer met kleuren onder de, nou, onder de 60. 57 was een hele mooie rood, dacht ik. Dus dan kijk je naar het licht, denk je zo. Ja, er zijn een paar jongens mee bezig geweest. Dat licht hing goed. Was super saai trouwens. Want wat heb je ook te doen? Er staat een paspop. En die moet uitgelicht worden. Nou. Toen ik licht deed voor het toneel, dat heb ik heel veel gedaan. En voor bandjes ook. Daar hangt de boel maar in. Waar zit de drummer en de bassist die gaat van links naar rechts? Kijk, dan heb je wat te doen als lichtman. Maar een paspop uitlichten. Ja, jongen. 100 op een ochtend. Zo moeilijk is dat niet. Dus dat was geen techniek. Dat is gewoon geen kunst. Dat kan iedereen. Als je een beetje weet dat je zo'n lamp hebt, zo'n schroefje, dan moet je ze opendraaien en dan kan die eindelijk bewegen. Want als je aan een lamp die vasthangt, die gaat dan lopen trekken, ja, dan maak je de schroefdraad kapot, hè. Klojo. Dus je moet eerst moet je de boutje losdraaien, maar dus hebben ze een stukje bakkeliet opgedaan. Dat gaat heel makkelijk. En dan kan je hem zo bijrichten. En dan kan je van omhoog en omlaag. En dan heb je nog een schroefje erbovenin. Die moet je ook een beetje losdraaien. Dan kan je van links naar rechts waaien. Nou, dan zet je hem mooi vast. Dan ga je focussen. Als dat kan. Met een paar blazer kan dat niet. Maar daar zijn die lampen ook niet voor bedoeld. Als je een Pipo hebt. Of een T2000. Of wat heet het, die dingen. Een T-spot. Maar dan ga je focussen, ga je opnieuw een beetje, ja, het is allemaal zo simpel. Een kind kan er vast doen. Dat is geen kunst. Maar die viespeuk, die dacht natuurlijk van, nou, ik ben al goed begonnen. Ik begin gewoon met de vorm van een vrouwenlichaam. Inclusief alles wat erbij hoort, hè, wat we allemaal vrouwelijk vinden. Hè. Dus, we hadden ook weer gezegd, de heup een beetje breder en dan de schouders een beetje smaller en dan de taille is heel belangrijk. En dan moet het daarna ook zo esthetisch mogelijk omlaag gaan. En die paspop, daar kon je een jurk om doen tot over de knie. Als ik me goed herinner. Dat was een paspop voor een jurk over de knie. Dat is heel zedig, hè? Ja, en zijn materiaal voor de jurk, dat bestond uit de schilden van mestkevers. Nu denk je gelijk van, Perry, heb jij aan de ayahuasca gezeten? Dat meen je toch niet? En in die tijd wist ik niet eens wat ayahuasca was. Dus dat kan ik niet, ik heb het echt gezien. Mestkevers. De schilden daarvan. En die had die klojo met naald en draad aan elkaar laten naaien door Thaise slavinnen of zo. Nou, die jurk, daar zat niet eens een rits in, als ik me goed herinner. Dus je kon hem niet van de paspop afhalen. Je kon hem niet jouw vrouw aandoen. Van, schat, vind je dat niet een mooi jurk? Ben je helemaal aangekleed in de schilder van mestkevers. Dus ik zit ernaar te kijken. Ik denk, wat is dit? En daar ben ik nog steeds verbaasd over. Waar had die kunstenaar het over? Wat moet ik dan gaan denken? Vrouwen jurken geven, gemaakt van schilden van mestkevers. Ja, de eerste vraag die ik heb. We hebben toch die gras gewassen? Met linnen en zo? Dat komt toch gewoon van vlas?
Je kan moeilijk je vrouw in de blote bibs naar buiten sturen om boodschappen te gaan doen. Want dan gaat de buurman helemaal gek doen. Dus die vrouw die moet wat aankrijgen. Dat snap ik heel erg goed. Maar mestkeverschiltjes? Nu is het zo, even voor de biologieles, de mestkever, die leeft hier in Nederland. Ik heb een wandeling gemaakt in de buurt van Dieren. Dat was een mooie bospartij. En daar was een wandel CQ-fietspad. En daar liepen we overheen en we zouden over een heuvel gaan en zouden we iets gaan bekijken. En ik liep dan met mijn dochter. En daar was dus een mestkeverovergangsgebied. Dat kon je gewoon zien. Allemaal van die platte stukken mest. En dat was ooit een bal geweest. Dan gaat een fietsband, die gaat dwars door zo'n mestkeverbal. En dan heb je echt twee hemisferen, heet dat. Hè? En die lagen er. En allemaal mestkevers zonder vleugeltjes. Want er was de fiets was daar overheen gegaan. Of iemand was er met zijn voeten op gaan staan. Dat doen mensen ook gewoon. Hè? Dan zien ze een mestkever zich helemaal de pestpokken duwen. Dat is Amsterdam, dat is geen vloeken. Die mestkever, ik duw me de pest, ik wil nageslacht. Wat zijn mestkever doet, die verzamelt dan mest. Oh, daar zit humus bij, of whatever. Het is een soort babyvoeding. En dan duwt hij zo'n bal met babyvoeding. Die moet naar een veilige plek. Met de juiste temperatuur en alles. Hè. En dan, het is denk ik, nou het vrouwtje natuurlijk. En die poept, die keutel moet je misschien zeggen. Vol met kleintjes. Op een veilige plek. Ja, ze redden het niet allemaal. En ik liep daar zo langs met mijn dochter. En daar lagen allemaal van die mestkevers met alleen de kop eraf. Hè? En ik zei tegen mijn dochter, waar moet je nou kijken? Hoe mooi dat schildje is. En mijn dochter kijkt zo. En de zon die scheen er zo in. Ja, zei ze. Het verandert van kleur. Zo is het groen. En zo is het bruin. Bruin-zwart. Ja, zei ik. Zielig, hè? Ja, voor die mestkever dan. Ja. Moeten ze ook maar uitkijken. Arme mestkevers. Dus dat was het misschien wel dat die kunstenaar aan ons wilde laten zien. Dat als je dat mooi uitlicht en je loopt er omheen, want daar ging het om, dan veranderen die schildjes van kleur. En dat is geen kwestie van schaduw en licht. Het heeft te maken met reflectie. Er zit een soort laagje over die vleugels heen. En dan komt juist dat groen naar voren. Van opzij beschijnen of zo. Misschien. Dus als je er omheen loopt, dan zie je dat. Dat zou een positieve verklaring kunnen zijn voor zijn kunstwerk. En dan vergeef ik hem alles. Ik blijf erbij dat als je dat fenomeen wil laten zien, dat je beter gewoon over de posten, de vleugels van een dode mestkever die jij in je achtertuin gevonden hebt, opstuurt in zo'n plastic bubbelzakje naar iemand met een kind. Want ik weet al heel erg lang dat de schilden van kevers. Ik heb kevers gezien. Dus dan zou ik het toch een lullige. Ja, kinderkunst zou ik zeggen. Voor alle mensen die niet weten hoe de vleugels van een kever van kleur kunnen veranderen als het licht er anders inschijnt. Net als bij de ogen van de mens.
En die mensen ga ik op weg helpen door een paspop op te stellen in een ruimte van 20 bij 30 meter. Met mooie piepo's erop, mooie richtlampen. Dan moeten mensen er omheen lopen en dan zien ze dat hoor. Dan help ik die mensen wel af van hun debiliteit opgelopen door de urbanisatie. Dat weinig kinderen nog kennis hebben gemaakt met kevers. En ga je dat zo repareren? Nou, dan kan je als kunstenaar beter een ruimte inrichten met allemaal insecten die niet kunnen bijten. En dan 5 kinderen mogen erin. En als er eentje klaar is, dan zegt de portier, de volgende mag erin. En dan een ruimte met allemaal waterpartijen. En overal kruipen kevers. Een ringslang mag er ook gewoon in. Die doet je toch niks. Een veilige doorloopbaan. Dan kan iedereen kijken naar dat fenomeen. De andere verklaring die ik net gaf is onzinnig. Als dat die man zijn verklaring was, dan was het een debiel. Helemaal van het padje af. Een zielige man. Want een man was het. De andere verklaring is dat hij een beeld wil scheppen dat wij mannen heel veel geld uitgeven aan de kleding van vrouwen. En dat je om die reden de vrouwen gewoon moet bekleden met de schilden van mestkevers. Scarabees, had ik dat al gezegd? Dat is de Latijnse naam, scarabee. Of Grieks. Dat je dus zegt van de vrouw, jij bent niets meer als een mestkever. Beter omhang ik jou met de schilden van die soort. Terwijl een mestkever, dat is helemaal geen kwaad wezentje. Dat is gewoon een kever. En hij scheidt de mest vol met eitjes. Ja, nou en. Een mestkever is per definitie een veganist. Dat is gewoon een stront. Als de mestkever klein is, dan eet hij eerst stront, mest. En dan denkt hij, wow, ik ben helemaal de bink. Maar waar ligt die mest? Ja, dan gaat hij nieuwe mest halen. En dan maakt hij weer een bolletje van. En die rolt hij weer terug naar de veilige plek. En dan poept hij hem weer vol met eitjes. En dan denken die eitjes, oh, maar dat was lekker. Waar ligt die mest? Dat is gewoon een diertje. En ik denk dat die kunst van die, dat was een Fransman of een Belg. Of een Walloniër. Uit zijn Franse naam. Ik denk dat dat een sublimale, onderhuidse belediging van vrouwen in het algemeen was. En daar hou ik niet van. Er zijn 2 redenen waarom ik daar niet van hou. De eerste reden is dat het sublimaal is. Dat het onderhuids is. Subversief. En de tweede reden is dat het een algemeen oordeel uitspreekt op die manier over vrouwen. Dat is niet oké.
Arthur Schopenhauer heeft een essay geschreven en dat heet Over Vrouwen. Dat is op zijn Nederlands samengevat met de term Er is geen vrouw die deugt. In het essay Over Vrouwen is Schopenhauer kritisch. Openlijk kritisch. Hij zegt ook, als je het niet eens bent met mijn kritiek, handel dan naar mijn kritiek. Dat is uitdagend naar vrouwen. Zoals wij mannen onderling ook zijn. Dat wij tegen de ander kunnen zeggen van, ah man, dat kan je helemaal niet, joh. Geloof ik niet. Kende jij dat? En daar moedigen we elkander mee aan. Het essay Over Vrouwen van Arthur Schopenhauer, wat weg wordt gezet als ja, zeuren over een bepaalde geslachtsvorm, hè. Dat nodigde uit. Maar een paspop neerzetten in een gebouw, een voormalig fabrieksgebeuren, door de gemeente zo goed als voor niks ter beschikking gesteld. We hebben het gasdinges nog omgeploegd. En ja, nu moeten jullie inkomsten gaan maken en gaan maar programmaboekjes drukken. Van die brede trappen. Galm, galm, galm. Ja, we bewaren de industrialiteit, zodat de oorspronkelijke waarde van het gebouw behouden blijft. Nee, je had gewoon helemaal geen zin om een cent uit te geven. Geef het me eerlijk toe. Of je wist niet waaraan. Maar het staat in de krant en de mensen komen toch wel. Om te kijken naar een paspop met een schilder van mestkevers. En dan denk ik ook, hoe zijn die mestkevers aan hun einde gekomen? Die hadden allemaal een uitvaartverzekering. En dan zei ik, ja, ik voel me niet zo lekker. Mag ik een shotje? Want ik wil hemelen. Nou, ik denk het niet hoor. Die kunstenaar heeft gewoon mestkevers laten kweken. Sorry, ik heb dit. Die kunstenaar heeft gewoon mestkevers laten kweken. Die zijn vergast met CO2, denk ik. Worden ze heel rustig van. Hè? Nou, er waren al die mestkevers dood. En toen heeft dus mensen geroepen, ja, mestkevers pellen, ik wil... Want hoeveel van die schildjes heeft hij wel niet nodig gehad? 1 miljoen? Dat wordt echt rekenen, hoor. Het was een behoorlijke paspop. En sommige schildjes breken. Gaat niet helemaal goed. En hij zei, hey, dat schildje is gebroken. Dat moet eruit gehaald worden. En toen moest dat gebroken schildje eruit gehaald worden. En daardoor braken er weer een paar andere schildjes. En toen moest het hele stuk weer overnieuw. Het is geen kunst. Het is je eigen idioterie uiten op een manier dat mensen denken dat jij slim bent. Dat je geniaal bent. Terwijl het enige wat je hebt, het is een kunstenaarsuitkering. En die gekke overheid van ons, die heeft ook wel in de gaten van ja, als de mensen in de gaten krijgen dat er onder hun... Het klootjesvolk. Dat is Amsterdams, dat is geen belediging. Het klootjesvolk dat het kunstenaars geeft, om het maar op zijn Duits te zeggen. Ja, dat hebben we liever niet. Want dan gaat het klootjesvolk denken dat hun kinderen ook wel eens gestimuleerd mogen worden. Dus dan worden we
bedolven onder baggerkunst. Slechte kunst. Niet overal gelukkig, hè? Dick Bruna is zo. Toppie doppie. En er zijn wel meer goede voorbeelden van goede kunst. Een goed voorbeeld van goede kunst is het werk van Martin Toonder. In de opvoeding weer. Dat is alleen voor kinderen. Kinderen en jonge adolescenten. Ik heb Martin Toonder nog gelezen toen ik in de 20 was. Had ik weer een nieuwe gevonden en dat was altijd lachen. En voor je kind is dat ook heel bijzonder. En die tekeningen zijn mooi. Ach, man. Maar die hel daar in Antwerpen. Dus had ik dat eigenlijk overleefd. En toen zei ik tegen haar, die de moeder van mijn kind zou worden. Ik zei tegen haar van kom, ga even naar buiten. Mogen we roken? Gaan we in het gras liggen? Even afkoelen. En het waaide een beetje. En verderop stond er een kunstwerk. En zij zei, die vind ik ook heel mooi. En ik keek daarna en ik begreep er niets van. Echt helemaal niets. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waar het om ging. Het behelste een rechthoekig kunstwerk en dat bestond alleen uit metalen staven. Het waaide een beetje, of woei, en dan gingen ze licht heen en weer, die metalen staven. Denk even met me mee. Die metalen staven waren 2,5 meter hoog, waren niet al te dik. Want ze konden bewegen, ze konden flexibel zijn in de wind. En je kon je voorstellen dat als er een storm zou komen, heel veel turbulentie, dat ze elkaar aan zouden raken. Dat was het. Wat moet ik dan gaan denken? Het enige wat ik kan denken is, hoe maak je dat? Nou, dan moet je een stuk uit de grond laten graven. Dat was dat voormalige fabrieksterrein, een graafmachine. En dan laat je een aantal klojo's een bekisting erin laten timmeren. Gooi je dat vol met cement. Daarbovenop maak je een houten stellage met aanhechtingspunten, dan ga je die staven laten zakken, want die moet mooi rechtop staan. Hè? Dus dan moet je iedere staaf goed laten zakken door gaatjes heen. Of moet je een tekeningetje van maken. Het was betonijzer of zo. Misschien was het, nee, het was verroest. Dat roest. Het moet ijzer geweest zijn. Misschien wel hele lange betonijzers. Dus dan moet je even. En toen hadden ze geen internet. Maar dan moet je even weten waar je die lange dingen haalt. En die laat je dan zakken in dat beton. En dan wacht je tot het beton is uitgehard. En dan moet je goed stampen met je voet. Van is het echt wel uitgehard? Nou, en als het dan uitgehard is, nou, wat duurt dat? 3 dagen of zo? Kan je 3 dagen lang in Antwerpen mosselen gaan eten. En praten met interessante glazen bier. Nou, dan laat je die houten meuk aan weghalen. En dan kan de vuilnisbelt. Of in de open haard.
Het is toch maar vuur en hout. En is je kunstwerk klaar? Ik vind dat geen kunst. En dan kijk ik ernaar en ik zie helemaal niks. En bij die paspop met die mestkevervleugels, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Sublimale vrouwen. Te weinig seks gehad de laatste tijd, jongen. Ontaarde kunst. Kunst die niets meer te maken heeft met deze aarde. De eerste kunst die ik las, zo moet ik het zeggen. Ik vond foto's van roofvogels vond ik mooi en ook tekeningen van roofvogels. Die vond ik ook wel mooi. De woorden die ik las, wauw. Ik had een bibliotheekkaart met een witte stip, toen was ik 6. En dan haalde ik boeken met tekeningen van roofvogels. De grijze kiekendief en de groene kiekendief. En de leeuwerik. En dan probeerde ik dat na te doen. En de woorden die ik las, wow, zijn we niet zoveel. En in de buurt had iedereen wel een schilderijtje in de gang. En dat was dan een, dat heette zigeunerschilderijtjes. Dat was dan een zigeunerjongetje of een zigeunermeisje met een traan over de wang. Ja, die had iedereen. En heb je er één gezien, heb je ze allemaal gezien. Nou, op een 12e ging ik Bijbel lezen. En toen dacht ik, wauw. Dit zijn kunstenaars. Hoe krijg je het voor elkaar? Zwaar van onder de indruk. Daarna heb ik nog meer taalkunstenaars gelezen. En die waren allemaal over wereldse dingen. Geen diepe beschouwingen zoals in de Bijbel staan. Oppervlakkig. Maar wel doorwrocht. Dat je wel de kunst van het schrijven ziet. En dat ik dacht van zo zou ik ook willen schrijven. Beeldkunst. Ik heb een beeld nog nooit. Ik heb één keer een beeld gezien. Maar dat was een maquette. En die mocht je vasthouden. En ik vond dat een mooie vorm. Wat goed. Dat was een bevlogen man. Maar dat was het enige. Qua schilderijen begon het met Picasso en daarna Willink. Picasso heb ik tot op de dag van vandaag nog niet begrepen, maar ik vond het leuk om te zien dat hij technicus was. Hij kon echt schilderen. Hij ging helemaal woest. Ik begreep er geen drol van. En toen vond ik het saai worden. Maar het is puur omdat ik het niet begreep. Het is een schilderij van Picasso. En dat heet De zee die opgetild wordt, zodat je de hond kan zien die eronder ligt te slapen. Of er stond, zie
De hond die slaapt onder de zee. En de zee werd opgetild. Als je naar Zandvoort gaat, dan pak je de zee aan de voorkant beet en dan til je de zee op. En daaronder ligt een hond. En die ligt te slapen. Ja. Die kan ik ook niet invullen. Maar het was zo belachelijk dat ik het wel wat vond. Want dat was opzettelijk, overduidelijk, belachelijk. Toen maakte ik kennis met het realistisch. Magisch realisme. Zo moet ik het noemen. Dat is mooi. Vond ik mooi. Vind ik nog steeds mooi. Het zijn hele technische schilderijen. Ongelooflijk veel details. En omdat die stroming of die groep mensen zichzelf heel erg serieus namen, zit daar een spanning in. En dat wordt helemaal duidelijk als je er naar kijkt. Het geeft je een bijna magisch gevoel. En mijn favoriet is Karel Willink. Daar ga ik zo dadelijk meer over vertellen. Dus ik hoop dat je even tijd hebt. Terug naar het begin. Kunst en techniek. Die zijn verwant zoals... negers. Nee. Als je negers zegt, ben je gelijk weer de bok. Als paarden en muilezels. Het zijn natuurlijk verschillende dingen. Die... uit elkaar gaan en in elkaar gaan. Denk aan punkmuziek. Punk is een kunst. Want jij kan niet zomaar even een punkband beginnen. Je kan het dromen, maar je kan het niet. Als jij een punkband wil beginnen, dan zal je techniek moeten leren. En punk in mijn optiek is kunst. Er zijn mensen die zeggen, ja, dit is zulke stomme muziek, want dat zijn maar twee akkoorden. Ja, de kunst is om een nummer te maken met één akkoord. Het is even oefenen. Terug naar die kunst, daar gaat het om, de techniek. Tijd en aandacht. Dus iemand offert zich op en die gaat in retraite, die duikt weg in de krochten van de maatschappij. En jarenlang heb je hem niet gezien. En dan komt hij terug en dan die 15 minuten, dan hoor je iets. Of in 15 minuten kijk je naar zijn schilderij. En je denkt, wauw, wat is dit? Nou, dat is kunst. En dat is geen gefladderwerk. Dat heeft niets te maken met advertenties in de krant. Goede kunst is. Karel Willink was een opmerkelijke man. Bij mijn weten was hij geen christen. Niet dat hij daarvoor uitkwam. Voor de rest heb ik die man in zijn levenshandel en wandel niet kunnen betrappen op gek gedrag. En hij heeft een schilderij gemaakt. En dat heb ik weggegooid.
Niet het schilderij, maar de replica. Want ik zou verhuizen naar een woning waarin dat niet zou kunnen hangen, anders dan in de woonkamer. En het is geen schilderij om in je woonkamer te hebben. Heel zwaar schilderij. Het schilderij heeft als thema Simon de Pilaarheilige. Dat is kunst. Misschien dat je het nu beter zou kunnen doen. Voor zijn tijd was het 100% kunst. Ademloze blik die je dan krijgt als je daarnaar kijkt, zelfs zonder dat je de sublimaliteit begrijpt. Simon de Pilaarheilige van Karel Willink, daar zit een onderliggende boodschap in. Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat Simon de Pilaarheilige van Karel Willink een bevestiging is van het tweede gebod van de 10 geboden. Namelijk, gij zult u geen beeld maken van la. En er niet voor knielen. Hè? Ter verduidelijking is dat laatste. Maar eigenlijk heeft een fatsoenlijk mens genoeg aan gij zult u geen beeld maken. Dat die laatste betekenis erin zat, heb ik pas geleerd toen ik gestudeerd had bij de Jezuïeten. De katholieken. Hartstikke duur trouwens. Dus dat is niet voor iedereen. En niet jaloers zijn op mij. Wees blij dat ik het ben geweest die daar geweest is. Want anders had jij moeten gaan. En al die vernederingen moeten verdragen. Met een 4 voor moderne filosofie. Alleen omdat ik zei dat Karl Marx uit zijn nek lulde. Nou, niet begeren, niet het 10e gebod overtreden. En ik zat daar, ik leerde dus de taal kennen op de technische manier. Een soort kunsttaal zou je kunnen zeggen. Nietzsche is er ook erg goed in. Nietzsche kon er heerlijk mee spelen. Dat is een taaljongleur. En in die tijd leerde ik een werk kennen en dat heet Metabletica. En toen bleek er een tweede boek te zijn. Metabletica van de natuur. Zo. Ik heb het hier in mijn kast. Pak het er niet bij. Want daar gaat het niet om. De auteur van het boek, dat was een psychiater. Met een diploma en een praktijk. Dat schrijven, dat deed hij in zijn vrije tijd. En dan moet je gaan oppassen. Hè? Als mannen in hun vrije tijd, terwijl ze ook achter de vrouwenrokken aan kunnen jagen, besluiten om een boek te gaan schrijven, daar staat meestal wel wat in. Wat weet je niet? En hij heeft netjes uitgelegd wat de sublimale boodschap is in dat schilderij. En nee, ik ga het niet uitleggen. Dat ga je maar lekker zelf begrijpen. Want dat is veel leuker dan dat je het opgelepeld krijgt als een baby. Want je wilt er geen kind zijn die kunst consumeert.
En zo moet de kunst zijn. Mijn perfecte museum, dat mag best een oude fabriekshal zijn. Dat vind ik niet erg. Maar dan niet van die brede trappen. Dat niemand door de middenkant van de trap durft te lopen, want iedereen wil een leuning vasthouden. Misschien heb je een boodschappentas bij je. En je bent er om schilderijen te kijken en niet om spitsroede te lopen. Van als ik maar niet struikel, want ik heb een beetje pijn in mijn rechterbeen. Regel 1 van musea, geen trappen. Geen brede trappen. Opgangen moeten we hebben. Want het is zonde om, ja, als je toch zoveel vierkante meter hebt, om maar één laag te gebruiken als expositieruimte. Dus je hebt een trap nodig. Nou, een lift, ja, dat is alleen voor goederen. Het is altijd makkelijk dat als de schilderijen vervangen moeten worden, dat ze dan met de lift naar beneden kunnen. Of je hebt een beeldhouwwerk, weegt 50 kilo. Dus daarvoor een lift. Dat is gewoon een dienstlift. Met zo'n bordje erop van geen personenlift. Dat lijkt mij een ideaal museum. En dan kan je zeggen, ja, we hebben die brede trappen nodig, want we hebben zoveel bezoekers. Maar dan maak je toch 3 smalle trappen. Daar dan weer het probleem mee. En die ene trap is gewoon lekker omhoog. En na zoveel treden heb je even een... nou, we staan er hoor. Nou, dan ben je nog een stukje omhoog. Die middelste trap, daar wordt de rolstoelopgang. En dan moet je een haarspeldbocht traject van maken. Want we hebben die rolstoelers, die hebben er niet echt behoefte aan dat ze de hele tijd geduwd worden. En die moeten zelfstandig zijn. Dan maak je daar een rolstoelopgang van. En de rechtertrap, die zou ik dan willen invullen met die traptreden dat ze omlaag kunnen. Dus als je erop gaat staan, dan zak je een beetje omlaag. Dus iedere keer pomp je de treden omlaag. Dus je bent doodmoe als je boven bent. Net als lopen door zacht zand. Word je moe van. Nou, die energie die eruit komt, want er onderin zitten dan piezo-elementen. En als je op een piezo-element druk zet, door je voetstap, dan creëer je elektriciteit. Ja, dan heb je onder die rolstoelopgang heb je elektromotoren. En die doen een soort van rolband-idee. Nou, dus dan is zo'n invalide, jonge, oude man, whatever, iemand met een gebroken been of zo. En die zegt gewoon, nou, ik ga hier op de band staan en jullie gaan met z'n allen omhoog lopen. En iedere keer als jullie trappen, schuif ik een beetje omhoog. Met mijn elektromotor. En dat is kunst. En dan kan zo'n rolstoeler ook zeggen van, nou, jullie helpen mij een beetje en voor de rest doe ik het gewoon met mijn eigen handen en duw ik die wielen wel. Want hij heeft toch haarspeldbochten. Iedereen komt boven. Dat zou kunst zijn. Dan is het museum zelf kunst. En de hele constructie van hout. En natuurlijk moeten daar metalen onderdelen in met een elektromotor en lalala. Dat zijn dingen nader in te vullen. Dat is kunst. En dan worden de rolstoelers omhoog gereden
door de mensen die de trap oplopen. Ja. Zo begint het dan. Nou, en dan daarna dan heb je die oude fabriekshallen dinges. Nou, wat doe je ermee? Die moeten een kleurtje krijgen. En de kleur is lichtgrijs. Net als een Macintosh. Die kleur, aluminiumkleurige ruimtes. Heel eenvoudig. En dan alle schilderijen. Gewoon lekker aan de wand. Beeldwerk in het midden, als je dat leuk vindt. En dan bankjes erbij. Dat mensen lekker kunnen gaan zitten. Ja, een bammetje eten. Er moet een prullenmand zijn. En tafeltjes. En sommige tafeltjes hebben een afzuigkap. En een asbak die niet kan stinken. Tweeledige afzuigkap. Afzuigkap. Die worden af en toe schoongemaakt. Dan kan iedereen kan lekker op een bankje gaan zitten. Een sigaartje roken. En ze tijd nemen voor kunst die meer is dan 73 ijzeren staven in beton gegoten. Want daar ben je vrij snel op uitgekeken. Kunst waar je rustig een kwartier bij stil kan staan. Kunst waarbij bij een schilderij met name het hele verhaal staat. En niet zonder titel. Want ik haat schilderijen zonder titel. Wat moet je nou met een uiting? Terwijl je niet weet wat je aan het doen bent. Want ik maak een Rorschach-vlek om mensen te laten zien dat ik echt ben gek. Ik ben het paadje van de weg kwijt en ik heb een uiting van mijn emotie. En dan denk ik, ja. Waarom scheid je niet gewoon een mooie vlek in de play? Dan trek je hem door. En dan pak je die wc-borstel en een beetje opschonen. Heb je ook kunst gemaakt, toch? Een uiting van je, ik weet niet wat. Het laatste punt is de kunst en de metafysica. De metafysica van de kunst. En metafysica heeft alles te maken met religie. En religie heeft alles te maken, en niets anders dan te maken, met het besef dat God van je houdt. Nog een keer zeggen. Geloof heeft alles te maken met het feit dat God van je houdt. En vanuit die liefde die jij voelt van dat wat wij noemen God, dat is een kleurloze term, en die liefde wil je doorgeven, dan ben jij een kunstenaar. En ben je ook een technicus, hè? Tegenwoordig zeggen we dan kunstenaar en technicus. Ja, dat weet ik niet. Maar techniek kan je leren. En als jij een kunstenaar wil worden, en dat zal je wel moeten worden, trouwens. Niemand anders heeft een keuze. Het maakt niet uit op welk terrein. Je kan ook een kunstenaar zijn als
als een vrouw waarvan iedereen zegt van nou, ze is de laatste tijd wel dikker geworden hoor. Ja, want een oude hoer in de buurt. Je kent het al wel. En je hebt die techniek. En combineer die twee. Een techniek kan je leren en kunst niet. Dus als jouw kunstboodschap is van de allereerste, van ik maak een postpop en dan het mes kevert. Ja, het is gewoon gezeur in de ruimte. Wat mij betreft mogen jullie al die musea van Ademir niet meer langs gaan. In het Groninger Museum ben ik ook geweest. En ik weet nog dat toen de moeder van mijn kind en mijn eigen moeder en mijn kind, drie vrouwen, die waren nog heel druk bezig om te kijken naar van alles. Ik zag er echt geen gat meer in. Ik was uitgekeken. En daar in het Groningen Museum, daar hebben ze een waterpartij. Want dat staat bovenop. Ik weet niet meer hoe die gracht heet. En ik keek naar buiten. En in die gracht dreef kroos heet dat. Kroos. Dat is een waterplantje. En de wind die ging er doorheen. Dat kroos dat formeerde zich steeds opnieuw naar de turbulentie. Ik kon aan het kroos zien wat de turbulentie was. En ik kon zien dat het koud was. En binnen was het ook koud. Dus dat is een mooi samengaan van de buitenkant en de binnenkant. Op een koude manier. Zo hoeft dat niet te zijn. En dat komt door een teveelheid aan techniek en te weinig kunst. Alleen maar techniek en geen kunst. Ik heb naar de Man in Black gekeken. Daar is heel veel techniek. Mission Impossible. Ik heb Netflix weer aan het praten gekregen. Ik ben ook zo'n schuinsmarcheerder. Helemaal gratis, hè? Ik betaal er niks voor. Mission Impossible. Heel veel techniek. Filmtechniek, lichttechniek, cameratechniek. En wat is de kunst? En we missen dat. We missen de aandacht van onze medemens. Wij missen de fool on the hill, zoals de Beatles dan over zongen. De idioot die ongelooflijk veel tijd besteedt aan een optreden van 10 minuten. En hartverwarmend overkomt. Die ons duidelijk maakt dat de kunstenaar, of dat nou een man of een vrouw is, dat maakt mij niet uit. Meestal zijn dat mannen. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat je hartverwarmend optreedt. En dat je een blijde boodschap hebt te vertellen. Of diepzinnig. Snoer die mannen zonder ballen hun mond. En geef die vrouwen hoop dat er mannen zijn met ballen. Want waar moeten die vrouwen anders naartoe? Hartstikke bedankt voor deze rant over kunst.
En de waarde daarvan. En dat het echt mag. Want ik heb een hele discussie gehad met Marco Robbesom. En die zegt dat in Exodus 20 staat dat je niet mag schilderen. Dat is helemaal niet waar. Je mag je wel een beeld vormen. Maar je mag er niet voor knielen. Daar zit het venijn in de staart. Natuurlijk mag je een foto maken van vakanties. En wat iedereen zegt van, oh, wat kan je mooie foto's maken. Ja. En dan vraag jij van, wil je, zal ik een afdruk maken voor jou? En dan zegt zo iemand, nou graag. Dan maak jij een afdruk van die foto. Moet je helemaal voorlopen naar de fotowinkel. En weer terug natuurlijk. En dan moet je die foto in de envelop stoppen. Natuurlijk mag dat. Wel een goede foto maken, hè? Niet een foto waar iemand lelijk op staat. De kunst van de kunst. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers sta ik hier. Tjus. Een dag, liefers.